Mooi. En wat is verder het plan? Nou, we sluipen naar binnen, schakelen iedereen uit en dan vermoeden we ons als fysiotherapeuten. Ja, maar je bent wel eens vergeten dat er ook nog andere mensen in dit pand zijn. Oh ja. Nee, tuurlijk ben ik dat niet vergeten. Jongens, ik heb een idee. We gaan naar binnen toe en gaan onze fysio skills aan de mensen laten zien. Ja, top. Want we hebben gesolliciteerd, maar ze hebben ons allemaal laten vallen. Maar waarom hebben we het over dingen die we allemaal al weten? Dat bedoel ik. We moeten gewoon naar binnen. Waar ik dus aan zat te denken, we schakelen die receptionist, die schakelen we uit. Zodat we in het gebouw kunnen rondsluipen. Het lijkt mij het meest mooie dat er is. Ja, ik zeg, let's do it. Yes, come on. Oké, laten we ons opsplitsen. Als ze ons zien, zijn we er geweest. Hallo, kan ik jullie helpen? Ja, kun je mij vertellen wat het er is er in je nek? In mijn nek? Oh mijn god. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, dat was mooi. Wat doen we met die lichamen? Laat maar liggen. Oké. Dan moeten we eerst kijken hoe we daar binnenkomen. Ja. Hé! Jullie kennen haar nog niet! Klopt. Wij zijn nieuw hier. We zijn overgeplaatst van een andere vestiging. Oh, oké. Welke vestiging precies? België. Je bestaat helemaal niet! Jullie denken toch zeker niet dat ik jullie vergeten ben? Niemand heeft hier ooit een slechte sollicitatie gehad. Nee, dat terug! Nu al klaar? Ja, ik had inderdaad wel wat meer verwacht. Jullie dachten toch echt niet dat wij alleen zijn gekomen? Netjes gedaan. Ruim het op, want als de cliënten dit zien, kunnen we nergens meer heen. De eerste cliënt kan pas naar binnen komen. Wie is de eerste cliënt? Kom jij maar gewoon mee. Oh, oké. Hallo mevrouw, wat is uw naam? Weet u dat niet meer dan? Nee, bent u beroemd? Nee, maar ik ben hier eerder geweest. Ja, we zijn net overgeplaatst uit een andere vestiging in België. Oh, ik snap het al. Ja. Nou, ik ben Michelle en ik heb sinds kort mijn hand gebroken. En niet sinds kort je dingen op liggen pakken, maar dat lukt me niet heel goed. Geen zorgen, ja, daar weet je wel op. Oké, probeer in mijn arm te knijpen zo hard je kan. Is dat wel een goed idee? Doe het! Ja, kom op, harder. Arm knijpen. Meer kracht. Dat gaat meer. Niet. Nou, kom op nou. Het lukt niet. Kom op, beter. Auw. Shh, je praat te veel. Auw, nee, stop. Wil jij stil zijn als ik je help? Wat een ondankbare hond. Terwijl we nog zo goed helpen. Belachelijk. Maar ja, volgende. Mijn rug. Nou, ik heb heel erg last van mijn rug. En nu al 2 weken. Doordat ik ben aangereden door een scooter. 2 idioten die niet aan het opletten waren. Oh, wat erg. Wie doet er nou zoiets? Geen zorgen, wij zullen u helpen. Gaat u maar op uw buik liggen. Dan zal ik u een ontspannende massage geven. Auw, stop! Als u niet stil ligt, wordt het niks, hè? Moet ik trouwens niet een massage op mijn huid geven in plaats van op mijn kleding? Hé, wat denk jij nou? Moet je huid raken? Ik weet niet eens waar je bent geweest. Hé, jullie moeten nu stoppen. Jullie doen de cliënt pijn. Kom maar, ik help u even naar de deur. Gaat dat? Ja. Oké, dank u wel. Alsjeblieft. Zijn jullie gek geworden? Jullie pakten de cliënt veel te ruw aan. Zijn jullie nieuw of zo? Ja, hoezo? Jullie kunnen er niks van. Laat het werk maar aan mij over. Gaan jullie maar even pauze nemen? Nee. Neem jij maar even pauze. Wat denk je dat je aan het doen bent?
hallo. Wie bent u? Ik kom voor de zwangerschapstraining. Volgende. Wat doe je? Ze is zwanger. Waar kan ik jou mee helpen? Ik heb overal pijn. Oké. Waar heb je het meest pijn? Overal. En hoe komt dit? Weet ik niet. Nou ja, laten we naar je arm kijken. Dan kijken we wat er mis mee is. Het is te veel pijn om mijn arm te bewegen. Oké, dan kijk ik naar je been. Auw, wat doe je? Doet pijn. Oké, blijf rustig zitten. Ik ga je schouders masseren. En ik hoop dat je ontspannen van raakt. Je blijft me pijn doen. Je kunt er niks van. Ik ga naar huis. Nee, kom terug. Je kunt er niks van. Nee. Oh, maak je geen zorgen. Maar we hebben niemand kunnen helpen vandaag. Tuurlijk wel. Je gaf ze de hulp die ze nodig hadden. Ja, als het niet aankon, hadden ze nooit naar de fysio moeten komen. Ja, oké, je hebt gelijk. We zijn misschien niet de beste, we zijn misschien van de fysio school getrapt. Maar we geven niet op. Ja. Zolang we samen zijn, staan we sterk. We kunnen dit. That's the spirit. Laten we een film gaan kijken. Goeie. Oh shit. Jullie zitten diep in de nesten! Actie! Kut. Hallo, kan ik jullie helpen? Nee. Ik wil dat hier op deze pagina's zo. Deze twee zijn. Nee, maar ik wil wel. Ja. Oké, laten we ons opsplitsen. Als we ons zien, zijn ze er geweest. Nog één keer. Als we ons zien. Hey, jullie kennen nog helemaal niet. Klopt, wij zijn. What the fuck? Serieus, man? What the fuck doe je? What the fuck? Ja. Ja, hoezo? Ik hoop dat je ontspannen van raakt. Je doet me, blijf me pijn doen. Nee. De Marit TV. Hoi. Goedenavond en welkom bij het programma Dear to Root. Wat? Wat? De batterij is bijna leeg, maar toch nog een aflevering van Tamara TV. Want dat is heel belangrijk. Het was heel erg chaos vandaag. Dat is wel ja. Wat gebeurde er allemaal? Gekke shit. Gekke shit? En mensen die gek waren. Gekke mensen? Ze zijn nu allemaal weg. Ze wegtoverd. Wauw. Magie. Dus tot volgende week. Keer. Week, keer. Wat denk je niet aan? Wauw.